Thema 3: Voortplanting, paragraaf 7 en 8 voor HAVO 4 Deze les gaat over soa's en geboorteregelingen. Nou, op welke manier kun je nou een soa oplopen? Door contact met sperma, door contact met bloed, onder andere HIV, hepatitis B en syfilis worden overgedragen door contact met bloed. Dit kan bijvoorbeeld zijn door middel van uh, seks. Als, er, als je seks hebt en je verliest bloed, dan kan het gebeuren dat deze soa's overgedragen worden. Het kan ook overgedragen worden door bijvoorbeeld het gebruik van een vervuilde naald als je bijvoorbeeld drugsgebruiker bent. Daarnaast de slijmvliezen in de baarmoeder. En als je dus als vrouw zijnde een soa hebt, dan zit die bij de baarmoedermond. Dus die kun je niet aan de buitenkant zien, zit aan de binnenkant. En daarnaast... De slijmvliezen van de anus en de slijmvliezen van de mond. Nou, hoe kun je nou voorkomen dat je SOA krijgt? Natuurlijk door veilig vrijen. Uh, seksueel contact uh, hebben met één vaste partner en die zelf ook nooit een andere partner vrijt en geen SOA heeft, is een manier om veilig te vrijen. Daarnaast elkaar strelen, tongzoenen, kussen, knuffelen, masseren, uh, jezelf bevredigen of elkaar bevredigen met de hand uh, zorgt ervoor dat je veilig vrijt. Orale seks, bijvoorbeeld pijpen en beffen. En vaginale geslachtsgemeenschap, waarbij de penis in de vagina gaat, doe je met een goedgekeurd condoom uh, die niet over de datum is. En anale geslachtsgemeenschap, uh, dus dat is de penis in de anus, doe je ook met een goedgekeurd uh, condoom. Met voldoende glijmiddel. Dit glijmiddel mag geen olie zijn. Want olie kan ervoor zorgen dat het condoom uh, gaat scheuren. Let op, de volgende beelden kunnen als schokkend worden ervaren. Er worden hier een aantal soa's uitgelicht. Als je liever niet wil zien hoe dat eruit ziet, dan doe je je ogen even dicht. Maar luister wel even mee. De eerste soa die we gaan behandelen is glamidia. En glamidia is een soa uh, waarbij zoals je ziet. Uh, meer of andere afscheiding uit de penis, vagina nou, of anus komt. Uh, je een branderig gevoel hebt bij het plassen, niet te verwarren met een blaasontsteking. En wat kun je daar nou aan doen aan glamidia Antibiotica slikken. Anders, als je dat niet doet, kun je een eileiderontsteking krijgen, onvruchtbaar worden of een bijbalontsteking krijgen. En dat wil je natuurlijk niet. De tweede SOA die we gaan behandelen is Herpes genitalis. Herpes genitalis zorgt ervoor dat je zweertjes en blaasjes krijgt rondom je geslachtsdelen of je anus. Nou, dit is heel vervelend. Deze herpes kan ook op andere plekken tot uiting komen, bijvoorbeeld bij je mond en dat is wel beter bekend als een koortslip. Wat kun je tegen doen? Je kunt medicijnen gebruiken om een aanval te remmen, maar het is niet te genezen. En verder heeft het geen negatieve gevolgen voor je vruchtbaarheid. Gonoreu is ook een heel vervelende geslachtsziekte uh, uh, met meer of andere afscheiding uit de penis of de vagina. Wat kun je daaraan doen? Uh, Branderig gevoel heb je ook bij te plassen. Uh, wat je eraan kunt doen is antibiotica slikken. Als je dat niet doet, dan kun je een eileiderontsteking krijgen, een bijbalontsteking, of je kunt onvruchtbaar worden. Als uh, een van de laatste, syphilis. Syphilis is ook een heel vervelende geslachtsziekte. waarbij je dus zweertjes of vlekjes op de penis, vagina, anus of mond krijgt. Uh, je kunt er, uh, dit tegengaan met antibiotica. Na jaren kan het je organen aantasten, je anus of je mond. en je kunt er zelfs aan overlijden. Nu kun je je ogen weer open doen. want de laatste SOA die we laten zien is HIV, ofwel Human Immunodeficiency virus. Excuses voor mijn Engels. Uh, heeft dus is een virus en dit virus uh, dat kun je herkennen aan de volgende symptomen: hoofdpijn en een uh, slechte concentratie, uh, zwellen van de lymfeklieren, uh, zweten, uh, koorts en uh, huiduitslag. Je kunt last krijgen van je darmen, waaronder diarree. Je kunt last krijgen van uh, vergroeiingen aan je nagels. Je kunt uh, gewichtverlies hebben. Uh, je hebt last van je gewrichten. Last van je spieren. Spierpijn en gewrichtspijn, dus. En last van je longen. Een droge hoest, uh, vaak uh, longontstekingen. En nou, als je deze symptomen hebt, is het verstandig om naar de dokter te gaan. Als je het HIV-virus hebt. Dan wordt dat aangetoond in je bloed. Er zitten namelijk antistoffen in je serum. En je wordt dan ook wel seropositief genoemd. Nou, als je seropositief bent, heb je niet per definitie aids. Aids uh, kan uh, uh, eruit voortvloeien. En uh, als je dus een hiv-infectie hebt, of aids, dan wordt je afweersysteem aangetast. Nou, je, het is niet te genezen, maar je kunt wel hiv-remmers gebruiken om de ziekte te remmen. Uh, je bent... Door deze ziekte vatbaar voor veel ziektes en dit leidt vaak tot de dood. Tot de dood. Bijvoorbeeld als jij een longontsteking hebt terwijl je hiv hebt, dan uh, is je afweersysteem zo verzwakt dat hij uh, deze ziekte niet meer aankan en dan ga je uiteindelijk dood. Uh, naast dat een condoom natuurlijk uh, bedoeld is om zoals tegen te gaan, uh, is het aan de andere kant ook bedoeld. Om zwangerschappen tegen te gaan en niet alleen condooms zijn om zwangerschappen tegen te gaan, maar ook uh, andere voorbehoedsmiddelen. En daarvoor duiken we straks tijdens de klassieke les samen de koffer in. Nou, uh, als je dus uh, voorkomen hebt dat je zwanger wordt uh, door middel van uh, anticonceptiemiddelen, dan ben je natuurlijk blij. Maar sommige mensen die willen juist heel graag kinderen en die zijn ongewenst kinderloos. Nou, als je dus een jaar bezig bent geweest met onbeschermd vrije en je bent niet zwanger geworden, dan uh, kom je in aanmerking voor een traject. Je gaat naar de huisarts en je uh, vertelt over je seksleven. En de huisarts die gaat je dan doorverwijzen naar een gynaecoloog. En naast uh, dat hij je doorverwijst naar een gynaecoloog, wil hij ook graag sperma van de man hebben en bloed van de vrouw. En dat wordt onderzocht. Het sperma van de man wordt onderzocht. Op de aanwezigheid van spermacellen. En het bloed van de vrouw wordt onderzocht naar de aanwezigheid van antistoffen tegen glamidia. Als je ongewenst kinderloos bent, dan uh, ligt dat voor 30% aan de vrouw, voor 30% aan de man en bij 30% ligt het aan beide. En bij 10% van de gevallen kunnen ze de oorzaak van de ongewenste kinderloosheid niet vinden. Nou, uh, als je ongewenst kinderloos uh, bent. Dan is de kans uh, op slagen van speciale trajecten, hoe ouder je wordt, steeds minder groot, want de kwaliteit van de eicellen neemt af en ook de kwaliteit van het sperma neemt af. Daarnaast heeft een leefstijl ook invloed hierop, zoals roken en alcohol- en drugsgebruik, dat vermindert uh, niet alleen de ontwikkeling van de foetus, maar ook de vruchtbaarheid. Daarnaast hebben overgewicht, giftige stoffen en sommige geneesmiddelen ook een negatief effect. Nou, en zoals we eerder al hebben gezien, hebben we natuurlijk SOA-infecties een uh, effect en ook hormoonstoornissen. Nou, wat kun je nou doen als je als vrouw zijnde een hormoonstoornis hebt, waardoor je uh, verminderd vruchtbaar bent? En dan kun je dus ovulatie-inductie doen, ofwel OI. Nou, wat doe je dan? Je gaat hormonen uh, die de ijsprong uh, opwekken, ga je het bij jezelf inspuiten, en die zorgt er dus voor dat er een eisprong komt en dan kun je vervolgens door gewoon geslachtsgemeenschap met je partner euh, zou je zwanger kunnen worden. Nou, als deze methode niet voldoende werkt of als er bijvoorbeeld ook iets mis is met het sperma van de man, dan kun je ervoor kiezen om kunstmatige inseminatie te doen. Nou, waar maak je dan gebruik van? Je maakt dan gebruik van uterine inseminatie ofwel IWI En je ziet hier een, een spuit. Daarmee breng je dus het sperma van je partner via uh, de baarmoedermond in de baarmoeder in, de uterus, vandaar ook uterine inseminatie. En dit sperma is dan precies meteen op de goede plek en kan vanuit die plek de eileiders ingaan om voor een bevruchting te zorgen. Nou, het hoeft niet per se zo te zijn dat het sperma slecht van kwaliteit is. Het kan ook zijn dat je goed sperma hebt, maar dat de uh, baarmoedermond dusdanig zuur is dat het gezonde sperma niet uh, of onvoldoende uh, naar binnen kan. Nou, als deze methodes allemaal niet werken, dan hebben we een laatste methode, IVF. En uh, IVF, dat uh, heet ook wel in vitro fertilisatie, ofwel in vitro in glas fertilisatie bevruchting. <laughs> in de volksmond wordt het ook wel reageerbuisbaby genoemd. Nou, wat gebeurt er nou uh, tijdens de IVF en de ICSI-behandelingen? Nou, daar gaan we nu stap voor stap bekijken. Nou, om te beginnen uh, uh, ga je hormonen slikken, en die hormonen die zorgen ervoor dat er in het ovarium meerdere eitjes tot rijping komen. Nou, die eitjes die worden geoogst, ze gaan dus uh, door middel van een echo-apparaat en een holle naald gaan ze. Die follicels die gerijpt zijn, gaan ze leegzuigen, Daar gaan ze die eicellen uithalen en die vangen ze op in een opvangbuis. Nou, dat kunnen er dus meerdere zijn. Uh, het kan er ook maar één of twee zijn. Maar um, het is in ieder geval een manier om uh, ja, meerdere eicellen tot rijping te laten komen. Zodat ze meerdere eicellen hebben om te kunnen bevruchten. Nou, dan gaan ze dus. In, um, in het laboratorium gaan ze dus um, die eicellen bekijken, de goede ervan selecteren. En daarnaast uh, gaan ze het sperma van de man opvangen en dan gaan ze ook onderzoeken. En dat sperma daaruit halen ze dan uh, de beste spermacellen. En bij IVF leggen ze die spermacellen naast de eicel in het bakje. En dan binnen twee dagen ongeveer vindt er dan bevruchting plaats en ontstaat er een embryo. Uh, er is ook nog een andere methode, ICSI, daar komen we later op terug. Nou, hier zie je dus het verschil. Hier zie je dus bij IVF wordt er dus uh, sperma naast de eicel uh, gelegd in een petrischaaltje. En vindt er gewoon voor de rest een, een normale bevruchting plaats, die normaal in de eileider ook zou plaatsvinden. Bij ICSI wordt er één spermacel geselecteerd en die wordt in de eicel uh, geprikt. Nee, dus er gaat dus echt een naald door de eicel heen. En uh, die zorgt dus voor bevruchting. Nou, hieruit, kijk hier zie je dan nog een keer in, uh, hoe dat er in het echt uitziet. Uh, en daaruit ontstaan dus verschillende embryo's. Nou, ze dus kunnen ervoor kiezen om één of twee embryo's terug te plaatsen in de baarmoeder. En die plaatsen ze dan ook echt uh, in een cyclus in, uh, op het juiste moment in de baarmoeder uh, slijmvlies in. Uh, je kunt er ook voor kiezen om het te laten invriezen. En dat noem je... Cryopreservatie. Nou, en, uh, dat is een manier om de uh, embryo's uh, die, uh, die er ontstaan zijn uh, langere tijd te kunnen bewaren. Die worden dan uh, in vloeibare stikstof ingevroren. En dan worden er wordt ook uh, een, een heel contract opgesteld met het ziekenhuis en de ouders. He, uh, voor hoe lang het bewaard mag worden en wat er gebeurt met de embryo's als je gaat scheiden. En, uh, nou, deze methode wordt gebruikt omdat er vaak meerdere embryo's ontstaan na IVF. Nou, hier zie je dus uh, in, in een grafiek uh, hoeveel reageerbuisbevruchtingen er zijn geweest tussen 2003 en 2010 en ook de slagingskansen ervan. De slagingskans wordt steeds groter. We zitten natuurlijk inmiddels in 2016. Maar dit is een manier voor ouders die dus ongewenst kinderloos zijn, om toch nog een kind te kunnen krijgen. Nou, als deze methodes allemaal niet werken, dan kan er natuurlijk altijd nog gekozen worden voor eventueel adoptie of pleegadoptie.